Welkom bij vlog 100. Ja, het is vandaag woensdag 3 januari en nee, mijn begeleidster komt vandaag niet. Die komt donderdag 4 januari, ja 4. Dus om rond 10:30, 11:00, dus ja, maakt helemaal niet uit. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Goedemorgen allemaal. Je moet hier naartoe kijken, niet en aan het zijn... Lekker aan het wandelen in het bos. Zij is ook mee. Rijn is mee. Morgen! Bij deze 100ste vlog alweer. 100? Oké, dat gaat hard. Ja, dat gaat heel hard. Oké. Zwarte monster is er ook. Kijk aan. Lady is er, Loffy is mee, Lucky is mee. Alleen Lucky is ergens. Eventjes achteruit lopen. Nee, gaan we niet naartoe. Het is lekker herfst weer, ook al is het winter. Het stormt woeit. Woeit stormt. Woeit waait stormt inderdaad. Nee, kom. Het is prima wandelweer verder. Hé, hey, kerel. Nee, ik niet hebben man. Daar hebben we de Lucky. Waar is Kim? Laat eens kijken. Waar is Kim? Hé, waar is Kim? Hier, hè? Andere honden zijn leuker, dus dat zit er. Dus. Het is hier lekker open terrein. Kun je het zien? Ja, mooi. Oké. Lekker rennen! Jee! Nou, Roderick die komt even mijn kant op, want wij gaan eventjes naar de dieren speciaalzaak eventjes kijken en wat we daar al voor elkaar kunnen krijgen. Want Roderick is namelijk een opvanggezin geworden voor honden die dus een forever home proberen te krijgen. Dus, en die honden die wij dus nu gaan krijgen aankomend weekend, als het goed is, dat is dan de mama van Lovely en de twee broertjes en waarschijnlijk ook het zusje. En die drie, als het goed is, en als onze zusje niet meekomt, dan is het sowieso de twee broertjes. Die zoeken dus nog een goed huisje. Dus ben je geïnteresseerd, laat sowieso dan eventjes een leuke reactie achter. En dan komt het helemaal goed. Nou, het is alweer inmiddels 5:45. Ik ga nu eventjes lekker een blok lopen met de hondjes. Gewoon lekker een grote blok, hier al vandaan, vijvertje. Helemaal rechtdoor lopen naar het oude, waar vroeger hier bij mij de oude telefooncel heeft gestaan. Helemaal het straatje uitlopen bijna. Rondtonden, weer helemaal rechtsaf, helemaal rechtdoor, parkje nemen en zo binnen. Huis, dus ik weet niet hoe lang ik daarmee bezig ben. Maar ik heb iemand ook aan de lijn, dus dat maakt helemaal niet uit, geeft niet. Dus ik zou zeggen... Tot straks maar weer als ik weer thuis ben. Want het is nou veel te donker om daarmee te vloggen. Ja. Kijk. Hè. Nou, ik ben nu eventjes de vlogger Hollanders ook aan het kijken. Ja, dat vind ik wel eigenlijk wel een beetje grappig. Moet ik eerlijk zijn. Maar ik ga nu weer even wat eten pakken. Hetzelfde als gisteren. Maar nog gewoon eventjes uit de magnetron. Gewoon eventjes makkelijk. Ja, wat is die schatje? Lovely. Kom maar, kuk hem. Ja, ze moet heel even naar de balkon, hè. Ja, kom maar, kuk op. Kuk dan. Kom dan, schatje. Ja, dan moet je ook niet vallen, want je bent moe. Dat weet ik. Ja. Ja, dat is een vlogcamera, schat. Ja, dat is een vlogcamera. Ja. Dat is een vlogcamera. Kom maar. Ga maar even daar naartoe. Ja, dan ga ik even eten maken. Ja, tot zo, schatje. Dat wil ze het liefst. Even op balkon. Vind ik ook helemaal niet erg. Ja, dat wil ze zelf. En ze gaat zelf weer piepen wanneer ze weer naar binnen wil. Dus ik ga heel eventjes mijn eten klaarmaken. Dan ga ik in de magnetron doen. De magnetron die gaat nu even aan op 3 minuten. Ja, op 3 minuten alweer. En dan even kijken of mijn andere meisje weer naar binnen wil. Ik denk het wel. Hartstikke mooi.
Kijk of ze weer naar binnen willen, mensen. Kom maar, Lovely. Ja, kom dan. Kom. Kom dan. Lovely. Kom dan. Nee. Nee, het wil nog niet naar binnen. Nee. Raar hond hoor, pik eigenlijk. Ja, enigszins wel. Ze wil heel graag op balkon. De ene keer wil ze heel graag en de andere keer wil ze helemaal niet. Raar hond. Maar ja. Ze wil nog niet naar binnen, dus dan laat ik haar even nog lekker naar buiten. Ja hoor, daar ben ik heel makkelijk in. Ze wil dat. En het is ook een mannenmoed, dus ja, waarom niet? Die kennen en tegen de kou. En zij ligt gewoon lekker daar. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dat blauw duimpje omhoog. Abonneer eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer.